Yo, kijkers, jullie wisten wat ik zaterdag jaren was. Ik heb mijn verjaardagscadeautjes heb ik laten zien met jullie. Een Feyenoord en een PSV zomereditie quiz. Ja, ja. Dat heb ik onder andere gekregen. En ik vind het heel leuk. Dan moet je vragen stellen over een quiz. Van hoe vaak is Feyenoord landskampioen geworden? Hoe vaak PSV? En dan gaan we zo door. Oh, gelukkig. Ik ben een beetje moe, maar voor de verder is wel een leuke verjaardag gehad. Feyenoord tegen PSV. Ik heb ook nog een Feyenoord shirt en die laat ik jullie nu zien. Ja. Hier. Dit is het Feyenoord shirtje. Hier. Het nieuwe uitshirt van Feyenoord. Het nieuwe uitshirt. Uitshirt. En zien jullie deze shirt hier? Hier staat iets moois op. Op deze shirt staat Stommeling, Elskuik, Vriendkamp-Derro en Bal gehakt. En hier hebben we een Bassie en Adriaan pet. Ja, ja, een Adriaan en Bassie pet. Oh. Een nuffeltje valt. Dan heb ik ook nog een boek van New York gekregen. Een puzzel van Londen. Nog een boek van Tokyo Ontvoerd. Een boek van Bas van Toor. En boek van Bas van Toor. Wat had ik nou nog meer? Oh ja, zo'n poster met San Francisco, Parijs en Londen erbij. Word ik nou gestoord? Ik heb het gevoel van wel, als ik gestoord ga worden. Ja hoor, ik word gestoord. Dat weet ik zeker. Maar ik ga het weer verder vertellen. En nog een Feyenoord pet. Die zien jullie beneden en die. En een PSV beker. En een PSV shirtje. Die laat ik ook meteen nog zien. Ik vind dat shirt echt prachtig. Een zwart shirt. Oh mijn god. Een boek van Bas van Toor. Een DVD van Basje en Adriaan. Ja. En fijn dat een PSV zomerquiz editie. Ik heb er echt van genoten zaterdag. Het is echt de mooiste dag uit het jaar. De mooiste dag van het jaar dan. Komen er allemaal slingers. Je voelt ook echt alsof je echt 17 bent. En dat voel ik me elke dag. Ik voel me elke dag al een stukje ouder. Dan 17. Dat voel ik gewoon echt. Daarmee laat ik jullie zien dat 17e worden echt mooi is. Ja. Kijk eens, dit was dan de video waarin ik mijn verjaardagscadeautjes ging pakken.